Hallo en welkom bij Doe Het Jezelf Ideeën. Vandaag hebben we weer een heerlijke bakvideo voor jullie. En je ziet het al, ontzettend gezond. Chocoladedonut. Makkelijk om te maken. Super, super lekker. Ik zou zeggen, blijf kijken. Wat we nodig hebben, is een vorm. Ik heb hier 200 gram chocolade. Dit is glazuur chocolade. Dit is wat je eigenlijk opwarmt in een magnetron. Ik heb hier havervlokken. Over 80 gram. Een mok vol. Je kunt ook Rice Krispies gebruiken. Dus rijstvlokken. En marshmallows. En ik heb hier een siliconen vorm. Met donutvormen erin. Zo op die manier mengen we alles samen. En dan kunnen we het in de vorm gieten. En dan wordt het hard. En dan wordt het heerlijk. Eerst de marshmallows erin. Met de havervlokken. Die mengen we eerst. En dan de vloeibare chocolade. Die gaan we dus eerst in de magnetron opwarmen. Om het vloeibaar te maken. Ondertussen is het opgewarmd en vloeibaar. En kunnen we het met de havervlokken en marshmallows mengen. Alles goed doormengen. Dit moet je best wel snel doen, anders wordt het hard. En dan kunnen we het in de vormen plaatsen. Ik heb ze ondertussen gevuld en ik ga ze dan in de koelkast plaatsen om ze hard te laten worden. En als het helemaal compleet hard geworden is, dan kan ik ze eruit drukken. En omhoog, kijk. En hier hebben we een donut, heerlijk. Ja, ze zien er heerlijk uit. Mocht u nou nog vragen hebben, dan kun je die onder de video plaatsen. Heb je nog niet ingeschreven op ons kanaal, kun je dat altijd nog doen. En hopelijk zien jullie snel en de volgende keer op Doe Het Jezelf Ideeën. Tot ziens!